Welkom allemaal op deze meditatie, volle maansmeditatie, eindejaarsmeditatie. Bijzonder, bijzonder jaar geweest dit jaar. Met zoveel, ja, toch wel spannende dingen, zoveel veranderingen die plaats hebben gevonden afgelopen jaar. Zoveel nieuwe informatie. Sommige dingen zijn moeilijk te begrijpen en verwarrend en verontrustend. En tegelijkertijd is het ook heel spannend en hoopvol, omdat we ook evolueren in zo'n diepgaande manier. En ik voel een diepe dankbaarheid dat we deze kans eindelijk nu mogen beleven met z'n allen. Het is ook niet voor niks dat je in deze tijd leeft. Het is ook niet voor niks dat je er nu toevallig ook aangetrokken voelt tot deze informatie. En ik zie dit ook echt als een begin van een echt fantastische, spannende reis met elkaar. Dus er komen gegarandeerde grote veranderingen. En je ziet ook dus dat wij met elkaar een hele grote shift hebben gemaakt in de afgelopen tijd. Hè? Als je even naar jezelf kijkt, ik weet zeker dat vorig jaar om deze tijd, dat je er heel anders bij zat dan nu. En dat is wel dankzij al die idioterie wat er tegelijkertijd plaatsvindt. En je moet dingen afbreken voordat je iets nieuws kunt neerzetten. Dus daar zitten we in. En ik begrijp dat er best wel, hè, in die chaos, dat je dus heel onrustig wordt en bang wordt voor dingen die gewoon boven ons hoofd hangen, zoals vaccinaties of ziek worden of doodgaan of meer beperkingen, noem maar op. En toch zijn dit allemaal manieren om ons dichter bij onszelf te brengen. En in deze meditatie ga ik een paar dingetjes doen. Eén is om de angst van het verleden, van alles wat we hebben meegemaakt, gewoon even lekker opruimen, onze heilige ruimte schoonmaken en opruimen. En dan ga ik verschillende energieën door laten stromen. Dus de blauwe energie van de mind, de roze energie van de goddelijke moeder en de groene energie van het fysieke aspect. En dat zijn de drie aspecten die eigenlijk ons bij elkaar, onze energie, ons bewustzijn vormt. Dus zoals wij hier zijn. Dus je hebt de mind, de physical en de spirit energy. Alle drie die ervoor zorgt dat wij zijn wie we zijn. We hebben dus een lichaam en we zijn een bewustzijn. En dat bewustzijn drukt zich uit in dit lichaam. Nou, om dit gewoon lekkerder te laten lopen, weet je, van al die indrukken van buitenaf, dan gaan we gewoon zorgen voor een soort vleugels. We krijgen vleugels als een soort kokon om ons heen. En die cocon is net als die rups. We gaan een beetje soort ondersteboven, binnenstebuiten werken. Want ja, een rups die krijgt vleugels en waardoor die vliegt. Wij hebben al die vleugels. En we gebruiken de vleugels nu om ons eigenlijk in een cocon te schermen. En een cocon van licht. Waar we gewoon de nieuwe mens worden. Met nieuwe vleugels. Dus dit zal een deel zijn van onze meditatie. En we eindigen de meditatie door de nieuwe maan of de volle maan te gebruiken als een magnetisme, het vermogen om levensvreugde naar ons toe te trekken. En de magnetische velden die de maan uitstraalt, gewoon door ons heen te laten stromen en die informatie en die energie gewoon te gebruiken om alles wat we fijn vinden, wat we graag zouden willen aantrekken komend jaar, dat we dat gewoon veel makkelijker kunnen doen. Dus het is ook misschien ook een mooie tijd om die meditatie te gebruiken, om op een gegeven moment een lijstje te maken hoe jij in het komend jaar zou willen zijn, maar aan de hand van de informatie en de energie die we dus gaan opwekken met elkaar. Dus laten we maar beginnen nu en sluiten onze ogen. En ga maar rechtop zitten met je voeten plat op de grond.
En adem lekker diep in. Adem diep in door je neus. Adem in. En uit door je mond. Ga gewoon lekker zitten. Ontspan je. Dus je adem diep in. Ontspan. En adem uit. Adem nog een keer diep in. En ontspan en adem uit. En zeg geen gedachten. Vraag, we hebben de intentie om een hele krachtige, heilige ruimte te creëren. Dat is de energie rondom ons. Vanuit ons hart gerekend, 1,5-2 meter voor je, achter je, boven je, onder je, links en rechts van je. En adem diep in. En uit. En stel nu voor een dun buisje van licht, puur zuiver licht, van 5 centimeter in doorsnee. En dat laat je dat buisje van licht nu helemaal door je heen stromen. 5 centimeter in doorsnee. Het komt helemaal vanuit het centrum van ons universum, puur zuiver licht, vanuit de bron. En dat laat je nu door je kruin heen stromen, door je hoofd, je nek, je keel. Je borst, door je buik, tussen je benen, diep de aarde in. Adem diep in en uit. We vragen, we hebben de intentie om onze heilige ruimte, dus de persoonlijke ruimte waar we in zitten, dat helemaal vrij is van alle energieën, attachments, negatieve gedachtenclusters. Want dit is een expressie nog van jezelf. Jij bent een wezen dat zich uitdrukt in een lichaam. Maar je stopt niet bij de buitenkant van je huid. Maar je gaat nog een heel eind door. En dat is je energieveld. Dat wordt ook je aura genoemd, maar het is iets meer dan dat. Dus 1,5 meter voor je, achter je, boven je, onder je, links en rechts van je. En deze energieveld willen we heel graag schoon hebben. We vragen ook de aanwezigheid van de aartsengel Michael om ons bij te staan, om ons te helpen deze energieveld helemaal schoon te maken. Van alle rommel, informatie die allemaal in ons veld zitten, alle gedachten die we hebben. Emoties, alle energieën die eigenlijk ons niet meer dienen. Dus we vragen om dat helemaal lekker op te ruimen. En dat doen we door 2 dingen. Eerst even boven je hoofd een hele grote schijf van licht voor te stellen. Het is een platte schijf van ongeveer 6 meter breed. Dus het begint al 1,5-2 meter boven je hoofd. Een zuivere schijf van licht. Witte schijf en er zit een gat in het midden. En dan gebruikt ook die buis van licht, gaat er mooi doorheen. Dus die schijf, die hangt boven je hoofd. Deze schijf die zorgt ervoor dat alles wat hij aanraakt, transmuteert, transformeert. Dus alle donkerte, alle energie die een lage trilling heeft, verandert gewoon, smelt gewoon weg of verdwijnt uit je veld. Dus stel maar voor dat die schijf van licht nu boven je hoofd, nu naar beneden zakt. Je adem diep in. En je gebruikt je adem als je merkt dat hij soms een beetje stagneert. Gebruik je adem om hem te bewegen. Dus gebruik je adem nu. Je adem in en je laat hem naar beneden zakken. Hij is nu een meter boven je hoofd. Nu zit hij nog 1,5 meter boven je hoofd. En nu komt hij net boven je kruin. Dus hou maar even vast daar, adem diep in. En uit. En laat die schijf van licht nu nog verder naar beneden zakken. En nu, hij gaat nu in je hoofd. Je houdt hem even daar vast, want daar zitten alle gedachten en informatie die ons ook in allerlei emoties laten verkeren. Dus hou hem even daar vast. Dus
Hij wordt nu zo breed als je voorhoofd breed is. Je schijf is nu zo breed als je voorhoofd breed is en hij is 6 meter in doorsnee. En je houdt hem even vast daar. Je ademt in. En zie dus dat het een soort stofzuiger is die alles opruimt, opzuigt. Het brein helemaal helder, fris, schoon houdt. Oké. Adem diep in. Laat hem nog verder zakken. Langs je ogen. Je neus. De hoogte van je oren nu. Je mond, je kaken. Langs je nek, je keel. En laat hem rusten op je schouders. En hou hem even daar vast. Adem diep in. En uit. En bij je keel, bij je keelchakra, er zit natuurlijk heel veel emoties opgeslagen. Dingen die je niet hebt willen uit te drukken. Dingen die je lastig vindt. Dus adem diep in en uit. Laat het daar ook helemaal lekker schoon spoelen. Nu gaan we met die schijf gaan we weer verder. Hij zakt nu bij je schouders, komt bij je borst. En dan is hij bij je hart en hij vult je hele hart. Dus we vragen bij mijn intentie om alle emoties die daar ook hebben gezeten, die daar zitten, van verdriet, van angst, van pijn, van eenzaamheid, van verwarring. Alle emoties die je maar voelt, benoem ze maar in je eigen gedachten, wat je kwijt zou willen. Vraag om dat op te heffen, te transmuteren, te transformeren. Adem diep in. En uit. Oké, laat die schijf nog verder zakken. Naar je middenrif. Bij je ribben, je maag. Kom bij je darmen terecht. Je adem diep in. Dunne darm, de dikke darm, natuurlijk wordt je lever en je nieren en je milt en alle andere organen allemaal meegenomen. Het is gewoon even een aanwijzing waar we zitten. Dus we zitten nu bij de dikke darm. We gaan nu richting de geslachtsdelen. En hou hem even vast bij je bekken. Laat het gewoon wat breder zijn. Zodat het hele geslachtsdeel gewoon meegenomen kan worden. De dames of de baarmoeder. Want daar zit ook zoveel lading op. Seksualiteit op allerlei gebieden. Dus we vragen om de intentie ook om dat stuk op te heffen. Alles wat daar gekoppeld is. Wat we niet benoemd hebben. Alle zwaarte. Alle energieën die in de weg staan. Noem ze zelf waar je tegenaan loopt. Vraag om dat op te hebben, te transmuteren, te transformeren vanaf in der tijden, in alle dimensies en realiteiten. Vraag om dat op te hebben, eens en voor altijd. Oké, je adem diep in. Oké, we laten dus die schijf nog verder zakken. Bij je bovenbenen, je knieën, je kuiten, je enkels. Je voeten. Laat het ook verder zakken onder je voeten.
vragen we intens ook alle energie die onder je voeten zitten, gewoon op te ruimen, alle zwaarte. Adem diep in. En laat hem ook verder zakken. Een meter onder je voeten. Twee meter onder je voeten. En laat hem gewoon zijn eigen weg gaan. En ga nu met je aandacht weer terug naar je hartcentrum. Adem diep in. En weer uit. We vragen we hebben de intentie om een hele krachtige meditatie en healing te laten plaatsvinden met de groep. We vragen de aanwezigheid van de energie van het Christusbewustzijn. Dat is de energie die in ons zit. En we vragen ook om deze te activeren in ons, ieder van ons. Dus de nieuwe energie van het Christusbewustzijn. We vragen ook de aanwezigheid van het goddelijke plan. En alle wezens en meesters die hierbij betrokken zijn. De aanwezigheid van het wezen Gabriël. Adem diep in. En uit. En we maken een sterke verbinding met de bron. Dus ga nu met je aandacht naar je hartcentrum. En stel nu voor dat vanuit de bron, vanuit het midden van ons universum, een prachtige bal van blauw licht, diep blauw licht, als een soort buis van licht vanuit die bron helemaal door het hele universum, kosmos, richting onze planetenstelsel, naar de aarde toe komt en nu boven je hoofd hangt. En deze buis van licht is zo breed als je hoofd breed is. Het is een redelijk smalle buis van licht. Het is alsof het een soort vloeibaar licht is. Een soort waterval van diep blauw, allerlei kleuren blauw licht. Het is de mind van onze schepper. Het is mind van de bron. Mind energy. En deze energie, die brengt helderheid, focus. En waardoor je direct ook in een veel hogere trilling terecht kan komen. Dus adem maar diep in. En uit. En stel nu voor dat deze buis van licht nu helemaal zo door je hoofd heen stroomt, door je nek, je borst. Maar hij blijft zo breed als je hoofd breed is. Dus laat hem gewoon lekker door je heen stromen. Zo'n prachtige, heldere, krachtige energieveld van licht. Laat het helemaal zo doorstromen tot diep in de kern van de aarde.
Adem maar diep in door je neus. En weer uit door je mond. En nu weer vanuit het centrum van ons universum komt er een tweede buis van licht. En deze keer is die zo breed als je schouders breed zijn. Dus hou hem even zo breed en laat deze buis van verschillende kleuren roze licht door je heen stromen. Het is magenta, het is een diepe roze, maar ook lichtroze en er zit wat goud doorheen. En dit is de energie van de goddelijke moeder, het moederaspect, het dragende principe, de onvoorwaardelijke liefde. En laat deze buis van licht nu helemaal jou vullen, jouw hele lichaam, ook je hoofd, je nek, je keel, je schouders, je lichaam, je armen, bovenbenen, je knieën, je kuiten. En laat het helemaal doorstromen diep de aarde in. En zie hoe het blauwe licht en het roze licht tegelijkertijd door jou heen stroomt. Adem diep in door je neus en uit door je mond. Nu zie je een derde buis van licht nu naar beneden komen. En dit is ongeveer 30 centimeter breder dan je schouders breed zijn. Dus hij is 30 centimeter breder. En deze buis van licht omvat de twee andere buizen en dit is diep groen licht. Dit is het fysieke energie, dit is het Christusbewustzijnsveld energie, het gematerialiseerde expressie van de bron. En dit heeft een diep groenige kleur, er zit ook wat lichtgroen doorheen en ook bewegende geometrieën, terwijl door jou heen stroomt. Je hoeft niet precies te weten hoe of wat, maar de intentie doet voldoende. En deze energie zorgt ervoor dat de energie van de mind en van de moeder aspect, de spirit, gematerialiseerd kan worden in het wezen die jij bent. Dus het versterkt alle aspecten, ook in het materiële deel. Dus laat het gewoon lekker door je heen stromen. En het brengt heling in het fysieke, in al je fysieke cellen. Dus stel maar voor dat je cellen ook zich helemaal vullen met dit prachtige groene licht. En voel ook dat gevoel van diepe vrede. Je adem diep in door je neus en uit door je mond. En laat nu deze drie energieën nu door elkaar heen zich mengen in jouw veld, in jou, helemaal door jou heen. Dus het blauwe kleur
blauw en er zit wat zilver. Dat roze met wat goud. En de diepe groen met al die geometrie. En laat al deze kleuren en energieën gewoon zich mengen in jou. En vul jouw veld, jouw heilige ruimte nu vanaf die 30 centimeter bij je schouders. Vul je veld met het licht. Adem in en zet hem uit tot een meter voorbij je schouders. Adem diep in en zet hem nog verder uit, nog anderhalve meter, tot waar het voor jou goed voelt en lekker voelt. We vragen bij mijn intentie ook om onze heilige ruimte nu heel krachtig neer te zetten, heel stevig. Hij is flexibel, maar ondoorlaatbaar voor andere energie. Daar hoort verder ook niets in te zitten, behalve jouw energie, jouw verbinding met de bron, jouw hoger zelf, jouw universele zelf. Maar daar hoort verder niets in te zitten. Weer adem diep in. En weer uit. En voel de diepe vrede in je hart. En nu maken we gebruik of verbinden we ons met het magnetische veld van de maan. Als een groot lichaam, magnetisch lichaam in ons kosmos. En hij heeft een hele sterke aantrekkingskracht. En we vragen bij de intentie om die energie van de magnetisme te versterken in ons. En voel en ervaar het vermogen om levensvreugde naar je toe te trekken. En je eigen magnetische frequentie te verhogen naar de energie van de bron. Dus voel maar gewoon dat je dit soort activeert in je veld. Stel je voor dat je gewoon straalt. En alle dingen die in het leven gebeuren, ervaar je dat gewoon als wonderen in je leven. De dingen die op je pad komen zijn positieve dingen. Ook al klinkt het of lijkt het negatief om je heen, je weet het gewoon om te zetten in alleen maar positieve dingen. Voel de vreugde die het leven jou kan bieden. En voel, kijk eens of je dat kan opwekken. Diepe levensvreugde, blijheid en ook vertrouwen.
en dingen lossen zich makkelijker op. En voel en ervaar dat ook jouw intuïtie hierdoor versterkt, bekrachtigt. Dat je beter luistert naar je innerlijke gids. Vraag en heb de intentie dat dit zich gaat manifesteren in je leven vanaf nu. Dat er gewoon een soort bal van goud licht in je hart is. Dat alleen maar positieve dingen naar je toe trekt. Voel dat. Je adem diep in door je neus en uit door je mond en nu weer terug naar je hartcentrum. En vanuit je hart voel dat die gouden bal van magnetisme, van goud licht, steeds krachtiger in je hartcentrum is. En elke keer als het nodig is, kun je weer terugkomen naar dit gevoel, naar deze meditatie of naar dit beeld die je nu maakt voor jezelf. En nu ter hoogte van je hart, tussen je schouderbladen, voel je twee vleugels van licht komen. Uit jezelf. Dat zijn jouw vleugels, die heb je altijd gehad. Deze prachtige vleugels van licht zijn er om jou te beschermen. Laat die energie vanuit die vleugels nu uit jouw rug vandaan komen. Het zijn hele grote vleugels van licht en die maken een soort cocon hemels rondom. Dus voel maar alsof er gewoon grote vleugels van licht jou nu helemaal omvatten. En je zit daar in een eigen kristallis, een kokon. Zoals een rups wacht totdat hij uiteindelijk zover is dat hij eruit kan en kan vliegen. Dus jij creëert een kristallis van licht om jou heen, een kokon van licht. En deze kokon van licht is gemaakt ook weer van pure zuivere bronenergie. Dat jou beschermt. Dat je trilling verhoogt. En dat jou de kans en de ruimte geeft om in een snel tempo jezelf te gaan ontwikkelen, ontwaken en je klaar te maken voor een waanzinnige tijd wat er nog komen zal. En je blijft in je cocon totdat je op een gegeven moment voelt dat je klaar bent en dan kun je uit. Maar het kan een hele tijd duren, maar gebruik je cocon van licht om jezelf te beschermen en in je kracht te staan en een energie van de goddelijke vader, de goddelijke moeder, het goddelijke zoon aspect in jezelf te gebruiken en te activeren om deze nieuwe energie en deze nieuwe ervaring krachtiger te maken in elke cel van je lichaam.
en uit. Voel en ervaar wat deze vleugels voor jou betekenen. En hoe krachtig ze ook zijn. En voel en ervaar en de blijdschap, de vreugde die je in je draagt. Het vertrouwen ook. De verwachting, de spanning. En het maakt niet uit wat er ook gebeurt. Weet jezelf altijd verbonden met je goddelijke schepper. Je adem diep in en uit. Wanneer je klaar bent, kun je met je aandacht naar je hart en de ogen openen.